Ik ben Roosje. Ja, en ik ben Polly. En wij proberen samen als mens en als kunstenaar al eigenlijk ons hele leven de wereld een klein beetje warmer en een klein beetje mooier te maken. Via verschillende kanalen met verschillende soorten projecten. En het project waarvoor jullie school, de Helix, ons geëngageerd heeft, dat past heel mooi in dat rijtje. We zijn al sinds januari 2018 met een aantal leerlingen en een aantal leerkrachten bezig aan het ontwikkelen van een monument ter herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. En dat monument, dat wordt een vredesmonument. Hoe dat monument er gaat uitzien, dat houden we nog eventjes in het midden. Maar in elk geval, wij hebben jullie hulp nodig. Alle 2000 leerlingen van deze campus, van deze grote school, zouden hun steentje moeten bijdragen aan dit monument, omdat we dat monument echt een monument van iedereen willen maken. En we gaan daarvoor eigenlijk een soort van, ja, een boodschap, de vredesboodschap van dat beeld, door jongeren van vandaag laten ondertekenen, maar niet met een balpen of met een vilstift. We gaan dat doen door middel van dogtags, naamplaatjes, waar dat je je eigen naam op zet, misschien zelfs een boodschap. En die dan alle 2000 samen op een bepaald ogenblik, in een heel plechtig moment, aan het monument worden bevestigd. Zodanig dat hier voor iedereen staat, ik als student van deze school, sta mee achter een warme wereld. En hoe dat met die dogtags gaat, dat vertellen we zo meteen.